morning YouTube. Yo, gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff. En deze intro die gaat in de toekomst veranderen. Ja, van de week gaat die veranderen. En ja, daar komt gewoon meer informatie van de week over. Allereerst, wou ik hierbij Paul en Wendy. Wendy is natuurlijk het vrouwtje van Paul, van de King. Wou ik graag hartstikke bedanken namens mij en Sam voor alle gastvrijheid die we gisteren hebben gehad. Ik heb het beren naar mijn zin gehad. Ik heb echt zeker gezellig gehad. En ik vond het echt heel leuk. En ja, voor de mensen die het allemaal even gemist hebben, die mij niet volgen op Twitter, Fishinator en The King en UGX Mysterious. Ja, als je die niet hebt gevolgd via Twitter, dan heb je het eigenlijk helemaal gemist. Ik zal het een klein beetje gaan vertellen. Er komt ook een video over hierover. Die wordt geüpload op het kanaal van Paul. De King 77NL. Nou, als je het kanaal nog niet kent, ik kan me voorstellen, want het is natuurlijk een heel klein, klein kanaaltje. En ja, hij is ook net begonnen. Ik geloof dat hij net een halfjaartje bezig is of zo. En 100 subs heb, dacht ik, zo'n beetje uit mijn hoofd. Jeff, je hebt last van de drank van gisteren. Nee, Paul. Ja, heel groot kanaal natuurlijk. Nee, er komt gewoon een video over op zijn kanaal. Dus ik zou zeggen, haal het kanaal van Paul even in de gaten. En dan weet je precies hoe of wat. Ik zal het even een klein beetje in het kort gaan vertellen wat het nou allemaal aan de hand was. We hadden zoiets van de week van, weet je wat, ik was het hele weekend vrij. Dat kwam mooi uit met mijn ploegendienst. En ja, we waren al heel lang terug. We hadden eens een keer met z'n allen een biertje gaan doen of zo. En gewoon even een gezellig dagje, weet je wel. Beetje lullen over YouTube, een beetje over porno en een beetje over geld. Nee, nou, dat was eigenlijk de tweede. Dat was toch eigenlijk wel het hoofdoorzaak, weet je. Dat werd het meeste verteld. Oh, mijn stem. Ik heb helemaal last van mijn stem. Ja, gisteren zo gelachen, joh. Maar goed, we hadden het erover van de week dan. Om lekker gewoon weer eens even een biertje te gaan doen. En dat kwam precies zo uit om gewoon zaterdag bij elkaar te komen. We hadden afgesproken in eerste instantie bij Visthuis. Dat ging niet door, want toen gingen we naar Paul. Dat was beter, want het is voor ons ook makkelijker rijden eigenlijk. Anders moet je die hele fucking wijk door en zo. Dus we hadden bij Paul afgesproken en ik was daar rond een uur of half drie. Of was het? Ja, nee, 3 uur. Ik was 3 uur bepaald. Dus vanaf 3 uur tot een uur of 4 heb ik bepaald gezeten. Hé? Van 3 tot 4? Dat is ook niet lang. Nee, dat is niet lang, nee. Maar ik heb het over 4 uur 's morgens. Maar goed, we hadden gewoon lekker zaten we even in de tuin. Een beetje lullen over van alles en nog wat. En echt beren gezellig. En toen zijn we uiteindelijk gaan stappen. Dat gingen we rond een uur of 11 gingen we richting Vis. Om Vis en Erik op te halen, UGX Mysterious natuurlijk. En ja, daarna zijn we naar de plein gegaan. Hoe heette dat nou? Almereplein, Marktplein of zo. Nou, zoiets was het in Almere, weet je. Marktplein of zo heet het volgens mij. Een pleintje, weet ik veel. Dat maakt het helemaal niet uit. Maar het was, ik kwam er ook aan. Ik had zoiets van, nou ja, wat is dit nou allemaal, weet je. En ook bij bepaalde tenten, weet je wel, heel dikke rijen en zo. Nou, ik zou al meteen, ik ga niet in de rij staan wachten dat ik eindelijk eens een keer naar binnen kan. En dat ik dan platgedrukt word met mijn biertje, weet je, en dat ik niet eens een slok kan nemen. Daar had ik helemaal geen zin in, dus we zijn in eerste instantie, zijn we nog even gaan zitten op zo'n terrasje. Nou, om 1 uur werden we daar weggestuurd. Want schijnbaar hebben we een tapvergunning tot 1 uur, dat is gewoon zo'n eetcafé of zo. En ja, na 1 mag er dan niet meer getapt worden. Of geschonken worden. Dus dan gaat die token gewoon dicht. Dus iedereen ging eigenlijk, die daar op het terras zat, die ging eigenlijk allemaal een kant op. Er zijn ook heel veel foto's geschoten. Ik zal er af en toe eens eentje laten zien. En ja, er zitten echt best wel leuke foto's tussen. Ik laat het gewoon random zien hoor. Ik ga het er niet echt over hebben. Maar goed, die dingen die zijn ook allemaal via Twitter gegaan. Maar ja, ik had zoiets van, weet je wat, het is wel leuk van de niet-Twitter-volgers. Van, jongens, je ziet het. Volg ons gewoon op Twitter, want dit soort dingen krijg je ook wel eens te zien, weet je. Het is wel grappig. En op een gegeven moment waren we dus van het terras afgegaan. Zijn we ergens anders heen gegaan. En dat heette, hoe heette dat nou? Anno. Anno nu of zo. Nee, volgens mij heette het Anno alleen. En ja, best wel een leuke tent. We kwamen daar binnen. Paal zei ook al, de muziek is een beetje kut. En dat kwam eigenlijk omdat het vrij vroeg was natuurlijk. De zaal was wat leeg. En dan heb je dat geluid, dus dan heel schel een beetje. En een beetje kutbars, weet je wel. En ja,
hoe later het werd, hoe beter het werd. Want dan werd het voller. En dan wordt het geluid ook een stuk beter. Maar ik heb het echt beren naar mijn zin gehad. Ook een hele leuke vrouw. Ik zag die bar. Dat was wel grappig. Ook heb ik nog heel eventjes staan dansen met het vrouwtje van The King. 77NL. Dus ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin gehad. Samantha, mijn vriendin dus, die hebben het ook beren naar de zin gehad. En dat ging echt pas heel laat. Gingen we naar... gingen we eigenlijk richting huis. We gingen 4:15 of zo van huis af. Bij Paul vandaan dan. En we waren om 5:00 thuis. Dus om 6:15. Of 4:45, 5:30 lag ik echt wel in bed. Maar goed. Ik was er alweer heel vroeg uit. Want Sam die moest ook nog naar de paard. En mijn motor stond weer voor haar motor. Maar die krijgt ze dan weer niet weg. Dus dan maakten ze me weer wakker. En als je dan toch wakker bent, dan blijf je er maar uit. Ja toch? Maar ik heb gewoon beren naar mijn zin gehad. Met Vis heb ik ook heel veel gelachen. En met Erik heel veel gelachen. En ja, ik heb gewoon echt een topdag gehad. En Samantha ook. Paul, ik weet dat je dit luistert en kijkt. Ik wil naar jou en Mandy wil ik graag jullie even bedanken nogmaals voor de hele leuke dag die ik met jullie heb gehad eigenlijk. En dan gaan we meteen even switchen voor onderwerp. Ik had van de week ook al op Twitter gezegd, jongens, bij 3.750 abonnees, en dat gaat nu heel erg snel, want we zitten nu op de 3.700 nog wat. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, ik geloof 705 of zo. Maar goed, houd het kanaal gewoon in de gaten, want op de dag, dus op de dag dat ik 3.750 subs behaal, dan kunnen jullie gastrol insturen. En dat is dan tot 's avonds 12 uur, dus houd het gewoon goed in de gaten. Goed in de gaten, want als het om 10 uur is 's avonds en ik behaal dat, kan je hem vanaf dan kan je hem sturen. En dat geldt gewoon tot 12 uur, dus moet je er gewoon heel snel bij zijn. Heb je zoiets van, ja Jeff, dat is niet eerlijk. Kijk, dan moeten die subs maar eerder komen. Ja, daar kan ik niks aan doen. Kijk, is het om 6 uur 's morgens, dan heb je gewoon de hele dag. Dus dan heb je weer mazzel. Dus ja, dan kan je gewoon lekker je dingen erin sturen, je gastrol. Ik heb ook van de week gezegd, jongens, we hadden een stukje dat Vis mij nadeed. Ik heb er eigenlijk heel weinig reacties op gehad. Ik had toen ook gezegd, nou, heb jij zoiets van, nou, dat je het beter kan of zo? Of wil je het gewoon leuk maken of wat dan ook? Stuur dan even je videootje naar me toe. Hè? Dan zetten we dat gewoon allemaal achter elkaar. Dan kunnen mensen erop stemmen. En dan degene met de meeste stemmen, die wint een duel met mij. En dat is ook wel heel erg kicken natuurlijk. Maar ik heb eigenlijk maar 2 inzendingen gehad. En dat is eentje van Devenhun en eentje van... Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, want... hoe heet die nou? Ik weet even niet hoe die heet, maar ook een sub natuurlijk. En ja, ze waren allebei wel grappig. En ik had zoiets, nou, die ga ik in ieder geval uploaden. Maar daarna heb ik eigenlijk helemaal niks gehad. En dat komt eigenlijk ook wel door het hele mooie weer natuurlijk. Maar maak het ook gewoon op het strand, dat maakt niet uit. Maak gewoon een videootje van, iets wat met mij te maken heeft, weet je. Van, doe mij na, of doe wat grappigs, of... weet ik veel wat. Stuur dat gewoon naar me toe. Niet langer dan een minuut. Dan zet ik ze allemaal achter elkaar en dan kan je een duel winnen. Dus dat kan je ook doen als je geen kanaal hebt. Dus als je geen kanaal hebt, maakt het niet uit of je video's hebt. Ja, gewoon geen kanaal hebt, maakt ook niet uit. Dan kan je gewoon met je telefoon neem je het op. Je stuurt het naar me toe via die transfer en zo. Kijk gewoon ook eventjes anders op die vorige video. Dat was heel even klikken, heel even kijken. Zo, ik had het even gauw opgezocht voor jullie. Hij heet week 29 vlog. Dus ja, check gewoon even die video. En dan staan ook alle links staan erin. Ik moest even denken. Mijn hele stand die begeeft het ook. Jezus. Maar goed, dat kan je gewoon doen. Voor de gastrollen, dat geldt alleen voor degene met een kanaal natuurlijk. Meer dan 10 video's moet je geüpload hebben. En dat is dan wel van deze tijd, dus niet van een jaar terug of zo, maar wel van deze tijd. Ja, dan kan je hem gewoon natuurlijk naar me toe sturen. Weet je wat, we doen het zo weer, net als de vorige keer. Je uploadt hem op je eigen kanaal. Je uploadt hem als verborgen. Daarna stuur je mijn alleen maar de link. Dus dan stuur je even via een privébericht, via YouTube. Stuur je naar mij een link van Jeff, kijk mijn gastrol.
En dan ga ik hem bekijken en dan krijg je vanzelf een reactie op die video. Krijg je een reactie dan van, ja, is goed, goedgekeurd of niet goedgekeurd. En nou, ik probeer ook bij iedere gastrol, probeer ik een tip mee te geven, zover als dat kan natuurlijk. En dan ja, ga ik hem gewoon uploaden, dus dat is erg leuk. En dan kom jij op het kanaal Team Dief. Ja, ik had gezegd van, nou ja, weet je wat, mijn intro die gaat veranderd worden. Dat komt ook omdat mijn gamertag die wordt ook veranderd van de week. Maar goed, daar komt gewoon meer informatie over ja, van de week dan misschien morgen of zo, dat het wel snel gaat. Ik moet even kijken wanneer ik daar tijd voor heb. En ja, gewoon leuk, weet je, dat komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen jongens, bedankt allemaal voor het kijken weer. Vergeet natuurlijk niet even een duimpje achter te laten. Je kan hem ook nog even in je favorieten zetten, dan steun je mij helemaal. Deel hem ook gewoon met je vrienden. Gooi hem via Twitter of weet ik veel wat. Je kan hem ook nog op je Facebook zetten. Dat is ook allemaal mogelijk. Je klikt gewoon even hier beneden. Daar staat delen. Als je daarop klikt, dan kan je hem gewoon delen. En ja, dan deel je hem ook gewoon met je vrienden. Hoop mensen weten nog niet echt van mijn kanaal. Dat wil ik eigenlijk graag anders zien. Weet je, dat echt gewoon als je zegt van Team Dief, dat iedereen weet, oh, dat is Jeff. Weet je, dat lijkt me gewoon kick. En daar wil ik een beetje naartoe gaan de laatste tijd. Ik zou zeggen jongens, bedankt voor het kijken. 34 op 12, tot later.